Dit filmpje werd maandagmiddag gemaakt door een leerling van de school. Mijn hoofd klapte zo hard, ik werd helemaal duizelig. Toen ben ik gewoon opgestaan. Ik weet niet meer wat ik deed. Ik heb hem geschopt. Ik heb hem geslagen. Moeilijk was het wel, want ik had echt last van mijn arm. En ik had last van mijn hoofd. En ik weet niet meer wat ik deed. Klasgenoten zeggen dat de ruzie al in de klas begon, omdat de een niet naast de ander wilde zitten. Ze zocht al eigenlijk een beetje problemen met die jongen op in de klas. Ja, en uiteindelijk, ja, die jongen had er genoeg van. Ze schoot hem uit, had hem bijna van de trap geduwd. Ja, en die jongen werd een beetje zat. En ja, greep hij zijn kans buiten. En ik zeg dan, wie de bal kaatst, krijgt hem teruggekaatst. Ze heeft het zelf opgezocht. Het is wel een beetje uit de hand gelopen, oké. Okay, maar ze is echt zelf mee begonnen. Maar het meisje zegt dat ze al 1,5 jaar geleden bij de school heeft aangegeven dat ze gepest wordt. Zo vaak heb ik dat op school gezegd, maar nooit hebben ze er wat aan gedaan. Nu zeggen ze van, ja sorry dit, omdat er bewijs is en de media komt ertussen. Ja, dan ineens gaan ze wel rennen, maar wanneer er alleen wat van gezegd wordt, doen ze helemaal niks. En dat vind ik echt kut. De directie van het Thorbecke Lyceum verklaarde vanmorgen op Radio Rijnmond dat de mishandeling niet te voorkomen was door de school. Er waren geen problemen bekend tussen de twee en het gebeurde buiten de school. De leraar had al lang in moeten grijpen, want dit is al begin van het jaar al bezig met gepest in de klas en zo. Zij is als enige meisje zit zij in de handelklas met allemaal jongens. Ja, de docent had al lang in moeten grijpen. Wethouder De Jonge van Onderwijs wil nu dat de jeugdconsul, de hoogste instantie van de gemeente als het gaat om jeugdproblematiek, uitzoekt wat er gebeurd is. Geweld is in alle gevallen onacceptabel. Leerlingen en leraren moeten zich veilig voelen in en om school. Duidelijk moet worden wat de voorgeschiedenis is geweest en of er eerdere signalen waren en of er lessen zijn te trekken voor specifiek deze school en het verdere onderwijsveld. De jongen die schopte is op school geschorst en aangehouden door de politie.